Nou, wat denken jullie? Ha! Gokkies! Wat gaan we maken vandaag? Ja, ja, ja! Tomatensoep! Ja! Harry's tomatensoep, jongens! En niks blik, hè? Nee, geen flauwekul. Dit is het echte, serieuze werk. Dus we nemen echte tomaten. Die ga je kopen. En die gooien we dan in heet water. Hier, daar gaan we, hoor. Hoppakee. Doen we rustig aan. Zo, tomaatje voor tomaatje. Ja, ze gaan het hete water in. Ja, want na 5 minuten, dan kan je gewoon het velletje eraf halen. Kan je ze zo ontvellen. Daar gaat het om. Ze hebben lekker in het hete water gelegen. Kijk, en dan gaat het velletje, ja, dat valt er zo vanaf. Kijk, dat is geen kunst. Als ik dat kan, dan kunnen jullie dat zeker. Zo, kontje eraf. Hup, en dan snij je hem in stukjes. We zijn onderweg. Zien jullie het? Ja, dat is heerlijke knoflook. 4 teentjes in de olijfolie. En dan gaan deze uien, die gaan erbij. Dat zijn 2 gesneden uien. Ja, zijn een paar minuten verder. Lekker zeg, knoflook en uien. En daar gaan de tomaten bij. Kijk, hé. Hey. En die laat je weer een paar minuten gaan. We gaan verder. 2 bouillonblokjes, jongens. Die gaan erin. Hop. Bij de tomaten en bij de knoflook en bij de uien. En 2 van deze lepeltjes. Paprika poeder. En bij 7 tomaten gooi je er gewoon 3/4 liter water bij. Hier, hop. 10 minuten even laten gaan. En dan doen we er... Ja. Een lekkere lik sambal bij. Ja, kijk, dan krijg je zo'n soep, die krijgt daar dan kloten van. Ja, precies. En dan komt hier natuurlijk altijd het magische apparaat, wat je altijd moet hebben, de staafmixer. Die gaat erin. Oh, kijk eens wat een mooie lichte kleur dat krijgt ook, hè. Hallo, hé. Ah, dit is tomatensoep, hoor. Ja, en dan natuurlijk de kers op de taart. De balletjes gehakt, ja, die gaan er natuurlijk in. Geen soep zonder ballen. Hé, hey, en je kent het recept nog wel, hè? Beetje peper, beetje maggi en de kruiden van Dirk van den Broek. Nou, oké, die gaan in de soep. Komt die aan. Ja, en dan krijg je natuurlijk een heerlijke, pure tomatensoep. Ja. Ik ga hem even proeven, jongens. Daar komt hij aan, hoor. Ja, daar gaan we, hoor. Daar gaan we. Wauw. Ho, jongens. Dat is hem. Die krijg je niet eens in het Amstel Hotel. Geloof me nou. Dit is Harry's tomatensoep. Met kloten en met ballen.